Een werkende auto 3D printen. Dat is wat een groep studenten uit Heerlen gaat doen voor de aankomende Shell Eco Marathon. Een studentenwedstrijd met zelfgebouwde voertuigen. Het team Euregio Runners bouwt hun voertuig met een tafelmodel 3D printer. We gaan een auto 3D printen aan de hand van grote blokken. Die doen we op de printer die achter ons staan, kunnen we die volledig printen. Als we 200 van die blokken hebben, gaan we die aan elkaar maken. De binnenkant gaan we bekleden met carbon. Als we de blokken weghalen, hebben we een auto. Aan de binnenkant wordt het dashboard volledig geprint. Net zoals het stuur, de zijspiegels en andere kleine componenten in de auto. Euregio Runners is één van de 19 Nederlandse teams die meedoen aan de Ecomarathon Europa 2014. De competitie viert dit jaar zijn 30ste editie. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam trapte het evenement donderdag af in een wedstrijd tegen president-directeur Dick Benschop van Shell Nederland. De Shell Ecomarathon gaat over innovatie. Die hebben we nodig voor onze energietoekomst. Studenten ontwerpen zuinige auto's. En iedereen kan komen kijken, niet alleen naar die auto's, maar ook naar het energielab over de toekomst van energie. In mei op de Shell Ecomarathon zal de eerste 3D geprinte auto gaan rondrijden. Een nieuwe technologie, nu toegepast door studenten van de hogeschool. Prachtig om te zien. De studenten hebben nog een paar maanden om hun voertuigen verder uit te werken. De Ecomarathon Europa is van 15 tot en met 18 mei rondom Ahoy in Rotterdam.